Goedemiddag. Prachtige wolkenluchten vandaag waargenomen. Een mooie wolkenband zoals hier in Raalte gefotografeerd. Met aan de ene kant dus veel bewolking. En kijk je helemaal links boven in het beeld, en dan zie je daar de blauwe lucht. En dat is de tweedeling die we vandaag boven ons land zien. Want boven het zuiden van het land heeft bewolking vandaag heel de dag de overhand. In Zeeland zou misschien nog een beetje regen of motregen kunnen vallen. En zelfs een vlok natte sneeuw zou me niet helemaal verbazen. In het noorden van het land daarentegen veel ruimte voor de zon. Maar ondanks die grote verschillen in weerbeeld verschilt de temperatuur niet heel veel. Onder de bewolking is het een graad of drie. In het noorden van het land worden twee graden. En door die matige oostenwind voelt het een heel Stuk kouder aan. Die bewolking in het zuiden verdwijnt langzaam. Uiteindelijk klaart het overal op. Dat gebeurt vannacht, met op veel plaatsen daardoor temperaturen onder nul. Later in de nacht zou in het noorden van het land een winterse bui kunnen vallen. En met name daar kan het dan tegen de ochtend toch plaatselijk weer verraderlijk glad zijn. Morgen overdag blijft het op de meeste plaatsen droog met ruimte voor de zon. Met name in de noordelijke helft kan ochtends een bui vallen, maar uiteindelijk wordt het zo goed als overal droog. Middagtemperaturen fractie lager dan vandaag. Zo'n 1 tot lokaal 3 graden boven nul. Er is iets minder wind dan vandaag. En daardoor blijft de gevoelstemperatuur min of meer hetzelfde. Ik wens je verder nog een fijne middag.